Zo, ik ben even naar de supermarkt geweest, even Jos heeft gedaan onlangs. Maar ik heb wat gekocht. Laten we maar nu even lekker eten maken. En ik zie dat ik iets ben vergeten. En dat is eigenlijk een zakje van Ganja weghalen. Dus laten we dat even doen. En dan even hier ruimte dadelijk. Super tof dat je kijkt naar Gloednieuwe Vlog. Mijn naam is Van der Pas, zoals iedereen weet. Ik ga nu lekker klaarmaken om richting werk te gaan. Want het is nu over 5 minuten is het 6:30 alweer. En ik ga nu maar lekker klaarmaken en wacht op video. Om nog even een bakje koffie drinken. Om lekker wakker te worden. Trouwens op mijn tweede bakje. Want ik heb mijn vriendin wakker gebeld, Sanne. En nu maar even wakker worden en dan over een paar minuutjes richting werk toe. En alleen één teamleider is er nu vandaag, die is voor Ajax. En ik denk dat ze die gaat mij sowieso vandaag confronteren. Want ja, ik heb hem voor de grap natuurlijk een appje gestuurd van over zakdoekjes. En nu ben wel benieuwd hoe die gaat reageren. Maar wat ik ook benieuwd ben, hoe nat ik dadelijk word als ik richting werk ga. Want het is een bagger weer buiten. Ik weet niet of jullie kunnen zien zo. Het is echt ongelooflijk bagger weer. Ja. Jullie zagen denk ik vast wel druppels. En deze nummer ging ik altijd wel los. Dat is zo geniaal. Op mijn computer heb ik het al staan. Want ik heb mijn vader heeft zo apparaat gekregen van hem. Daar is het gekregen. Geleend eigenlijk van hem. En daar zitten allemaal oude dingen op. Vroeger zelfs MSN gesprekken. Oh, ik weet niet of jullie dat nog herkennen. Een gesprek van MSN. Nou, ik nog wel hoor. Oh, wat had ik vaak op. En wat had ik vaak ruzie met mijn broertje erover. Want hij wou natuurlijk op MSN. Ik wou op MSN. Zo heftig was het vroeger dan al. Toen ik klein was. Toen was ik 11, 13. Moet je nagaan hoe oud ik nu ben. 25 en ik word 26. Alsjeblieft. Ja, wat gaat de tijd hard. Oh, het einde van MSN was geweldig. Ik mis soms wel. Ik weet niet hoeveel mensen die herkenbaar is. Sommige mensen. Laat even weten in de reactie of jij MSN mee hebt gemaakt of niet. Ik in ieder geval wel. Ik zat daar zo vaak op eigenlijk. En op het moment had je BlackBerry natuurlijk. En toen ging ik van de computer naar telefoon op MSN. Wat je ook nog op een moment. Dat was eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het nieuwe WhatsApp was het. Want dat was vroeger WhatsApp. Zo kan je het een beetje vergelijken was het eigenlijk. En toen kwam ineens WhatsApp en Skype. Eerst kwam Skype volgens mij. En toen WhatsApp. En toen Skype kwam, was MSN weg. Het was 2000, later nog denk ik. 2015 voor mijn laatste. Maar dan moet ik even kijken op internet. Er staat vast wel op hoe het allemaal zit. Zo, ik ben al richting huis. Ik ben al onderweg naar huis toe. En ik ging onderweg naar mijn werk. En toen werd inderdaad werd ik nat geregen. Papa. Gelukkig is het nou droog. Het is nou bijna 1:30 als ik goed heb. En ik ben nu pas klaar met werken. Weet je, ik ga een beetje uren even invullen. En om weer lekker langer te werken. Dit zijn nou eigenlijk de nou een hele ochtend dat ik gewerkt heb. Ik ben nou echt totaal nu gesloopt. En ik dacht, weet je, nu wil ik echt wel naar huis. Anders red ik het niet. Ik leef moeier. Dus weet je, ik ga nu naar huis. Dus ik ga lekker naar huis. Ja, dat zit er weer op in ieder geval. Dadelijk als thuis een lekker bakje koffie. En lekker achterover op de stoel zitten. Ik weet niet of jullie dat horen, maar ik hoor echt ongelooflijk harde wind. Ik sta lekker relaxed achter de stoel. En ik hoor alleen maar wind. Maar het is ongelooflijk hard. Misschien dat ik even laat ik even zien hoe hard het waait. Maar echt ongelooflijk hard. En het klinkt ook hard eigenlijk. Ongelooflijk veel wind, laten we zo zeggen. Maar ja, ik ga nu even in ieder geval lekker even laten zien hoe hard het waait. Dan gaan jullie in principe nu ook zien.
Zo, ik ben even naar de supermarkt geweest, even jas uitgedaan al lang. Maar ik heb wat gekocht en dat is een prullenbak. Zo'n prullenbakje. En dat is wel handiger. En ik ga even kijken hoe ik het allemaal ga doen. Mijn indelingen namelijk. Maar dat ga ik nog even bekijken, dat komt wel goed. Want meestal heb ik daar nu de vuilniszak, die ga ik daar niet meer ophangen. Want daar heb ik nu de prullenbak voor namelijk. En ik ga nu me klaarmaken om lekker dadelijk te eten. En kan je eten geven, want je zit al constant te mouwen. Dus laten we even kan je eten geven. En dat heb ik ook weer gedaan. Kan je eten geven? Kijk eens jongen, wacht even hoor. Kijk, alsjeblieft jongen. Zo, die hebben ook weer eten. En ik ga nu klaarmaken om lekker te relaxen achter de computer. Dus laten we dat even lekker doen na het eten. Laten we maar nu even lekker eten maken. En ik zie dat ik iets ben vergeten. En dat is eigenlijk een zakje van Ganja weghalen. Dus laten we dat even doen. En dan even hier ruimte dadelijk maken voor Ganja dadelijk. Namelijk. En ja, laten we dat even sowieso doen. En ik ga denk dit plastic nu die oude prullenbak voor gebruiken namelijk. En ik vond mij is die ingezoomd. Nee. Ja, mijn camera stond helemaal ingezoomd. En ik ga lekker nu pizza in de oven doen. Oh, we hebben een verstrekking. Zo. Pizza. Slaan we dat even nu klaarmaken. En ik zat te denken om wat in een prullenbak te doen. Want ik heb een nieuwe prullenbak natuurlijk. Ik heb nog twee dingen voor kwijt. Dus plastic. Plastic heb ik nou een oude prullenbak gedaan. Maar ik bedoel, wat ik eigenlijk in die prullenbak ging doen, dat is de vraag. En ik heb nu lekker pizza in de oven. Dan ga ik er lekker op wachten, maar ik kan even nog mee spelen. Wat ga ik doen, wat ga ik erin doen, waarvoor ik ga gebruiken. Alleen even radio zachter. Dus ik heb iets harder gezet, omdat ik iets overhoorde over Vanningsveen. Ja, nou dan ga ik natuurlijk harder zetten, want je wil weten wat er aan de hand is. Maar ja. Ik zit nu ook lekker YouTube te kijken. En dat ga ik ook doen. En eerst nou, lekker eten erbij. Oh nee, ik heb lekker pizza is klaar. Dan ga ik lekker van smullen. En laten we dat dan maar in ieder geval doen, hè. En dan lekker YouTube bij kijken. Dat is het leukste wat er is. Want ja, ik hou ervan. Gewoon YouTube kijken. Maar ook om het zelf te doen. Om het zelf te vloggen. Maar ik ga in ieder geval nu even lekker pizza eten. Ga ik even van genieten. Dus laten we dat doen. Helemaal klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Voordat ik dat ga doen is alleen even water pakken. En wat ik ook nog ga doen is iedereen al op de computer doen zoals vlog. En nu lekker klaarmaken om lekker naar bed in te gaan. Gordijnen dadelijk dicht doen. Prullenbak heb ik even al zo. Ik heb net een beetje alles opgeruimd. Het is nog niet helemaal opgeruimd achter mij. Misschien zien jullie dat al. Maar ik ga eerst even lekker koud water aanzetten. En dan ga ik ook nu lekker gordijnen dicht doen. En dan klaarmaken om te slapen. Ik vind dat het wel een beetje iets opgeruimder is dan eerst. Dan beter natuurlijk. Zo. En dan ga ik maar lekker richting mijn bedje toe. Wat ik ook ga doen is... ding achter mijn computer doen en dan lekker slapen. Wat ik al zei, daar heb ik al gemeld natuurlijk. Maar eerst even lekker een glaasje water. Want dat heb ik al eerder gezegd. Heb ik lekker bij mijn bed staan. Daar ga ik lekker van genieten. Proost. Zo, dat is even lekker. Het water. Om lekker. Ja. Normaal jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd? Zou het tof zijn als je meer abonneert. En in elk geval veel kijkplezier. Gewoon een nieuwe vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij. Laters. Ik heb ineens een pakketje binnengekregen. Ik wist het al dat ik pakketjes zou krijgen. Zo. De kan is warm. We gaan nu even gieten en kijken wat er dan gebeurt.